Goeiedag dames en heren, welkom bij de Gaming Dutchman. Ik ben Albert-Jan en met mij is hier... daar, Chiplink. Hallo. Wij zijn helemaal nuts gegaan. Wij hebben een woestijn gevonden in onze server en wij vonden dat... Toop vond het cool en die deed van, ik plaats twee old school desert huizen daar neer. En die shit ziet er best baas uit. Nou ja, je ziet het, stoeltje, bankje, televisie. Televisie? Bed. Dat is een goed Nederlands woord. Kun je boven chillen en zo. En beneden heeft hij als het goed is nog een put zitten. Als ik me goed herinner. En dat herinner ik me goed. Dus zeg maar echt zo'n woestijnwoning. Nou ja, die is identiek volgens mij. Ja, die is precies hetzelfde. En zijn mega insane farm. Die erg effectief is. Veel weed. En dan niet de rook variant. Dus dat is awesome. En hij moet het echt binnenkort eens een keer gaan oogsten. En toen dacht Chiplink van, hey, dit is een mooie berg. Laat ik eens een fort gaan bouwen. En dat fort is nogal biggie geworden. En brandbaar. En zeer brandbaar. Hij maakt dezelfde fout als mij altijd. Hij vindt hout veel te mooi, net zoals ik. Wachttorentjes en shit. Kan je hier zeg maar naar boven toe. Woosh. Met nog meer wachthorens en dan helemaal terug tot je bij het huis, bij zijn huis aankomt. En dan heb je zijn crib hier staan. Met zijn mooie waterval ding. Je bent hard doorgelopen. Met zijn mooie waterval ding. Zijn huisje, boekenkastje, lichtsofa dingetje. Oh. Eens even kijken wat we hier hebben. Dit heb ik nog niet gezien trouwens. Oh, mega forge. Dat is mijn werkplek. Mijn werkplek en hierboven is mijn slaapkamer. Oh! De boeien. Chillen slaapkamer. Met zijn standaard kistjes en meuk, zodat hij zijn spul kan opbergen. Maar ja. Wat was het toen? Hij heeft dus in Romaanse stijl heeft hij een kasteel gebouwd. En toen had ik zoiets van ja, maar de Romeinen moeten ook vijanden hebben. Dus toen heb ik een Europees kasteel gebouwd, oude stijl. Tadaa. Dan moeten we zo ook maar even heen. Dan kunnen we ook Chiplings kasteel in zijn volle glorie zien. Want zoals je het nu ziet, oeja. Is wel heel vet, maar niet zoals je niet zo dat je de beste look krijgt. Nou, dit is dus mijn monster. Nou, zullen we er even heen gaan? Wow, kwamen er ook nog uit. Yes! Deur achter me dicht. Wow. Oh fuck, het is nacht. Oh, wacht even, hier had je zijn farm nog. Zodat hij kan eten, hè? Ja. Ja, dat is altijd handig. Alright. Oh, skelet. Wacht even. Gelukkig ben ik hier admin. Wat was het ook alweer? Time day. Wat skelet? Brand. Oh. Het brandt niet zo snel als dat ik zou willen. Ik ben al gewoon bij jouw kasteel. Heb je jezelf eraf gelazerd ofzo? Ja, kwam het wel op neer. Ah, ik heb ook een sluipweg gevonden. Water, yeah. It works. Nou, je ziet het, AJ's fort, enter on your own risk.
Die trap, ik ben eerst naar boven gegaan en toen heb ik eerst die trap naar beneden gemaakt. Omdat anders, ja. Anders werd het gods onmogelijk, zeg maar. Dan wist ik niet eens waar ik moest beginnen. Dus toen heb ik eerst die trap in elkaar gedrukt. En vervolgens, ja, ben ik begonnen. Zullen we eerst eens even een look nemen aan naar Chiplink's awesomeheid. Check die shit, hoe vet is dat? Ja, dat doen wij met onze tijd. Vrij weinig dus. Maar ja. Zie dat, jouw deuren gaan alle twee open als je er maar eentje, zeg maar. Dat komt omdat ik ze allebei gelokt heb. Ja, ik denk dat ik dat ook ga doen, dat is vet handig. Ja, en dan heb je niks geen redstone of niks nodig. Nou, dan kom je hier boven. En je hebt een huge schraamveld. Nou, al die torens, al de torens zijn praktisch identiek, behalve waar de deur precies zit. Dit is mijn forge-achtig dingetje die ik cool vond om neer te zetten. Nou ja, meer boompjes, meer torens. Oh, hij fucking lagt als een gek bij mij. Bij jou ook? Ja, ik zie jou lekker. Nee, bij mij niet. Dus ik denk dat het aan jou ligt zelf. Gek huis. Ik zie jou inderdaad heel langzaam gaan. Oh ja, fuck it. Oh, nou is het ook weer goed. Mijn melon patch. En laat ik nou ook nou eens snel even wat gaan pakken, want ik heb machtige honger. Ja. Geef mij melon. Oh kut, ik heb geen... heb jij een ho bij je? Een ho? Ja, ik heb een ho. Oké. Okay. Bitches and shit, but hoes and tricks, baby. Oké, even dingetje dicht. Ga ik even meloen kanen. Bang. Oh, oké. Okay. Nou, en dit is mijn huisje. Met mijn kersttafeltje. Met. Oeh. Waarom wil die niet liggen? Oh ja, je kan ook misschien dat. Nou ja, simple forge, bla bla bla. Hier naar boven. Zo. En dan kan ik over mijn machtige koninkrijk uitkijken. Hoeveel inwoners heb je? Ikzelf. Jij? Ja, ik kom af en toe op bezoek. Ja, dat duidelijk. En wij voeren oorlog met elkaar. Nou ja, doen we niet echt, maar je snapt het idee. Het is dus allemaal vrij awesome. Als jullie nou zoiets hebben van, hey, we willen eens een keer een kijkje komen. Nou ja, ik zou zeggen, laat een berichtje achter. Dan kan ik het IP geven. En dan kunnen we je whitelisten. Dan kunnen we kijken of wij weer met z'n allen ook eens even wat groeners kunnen maken. Wat wij nog willen doen, althans dat was het plan voor nu, op het moment even, was de Desert Village uitbreiden. Of daar wat van komt is een tweede, maar dat is altijd zo met ons. Wij hebben vaak van die marathon sessies van, oh laten we nou eens even 8 uur wat vermouwen. En ja, dat werkt over het algemeen best wel effectief. Ik zou zeggen, dit was hem. En prettige dag verder. En dan spreek ik jullie allemaal snel. Adios.